speaking en welkom bij de Paper Planes. Deze keer vanuit de grijze jagerdag. En we hebben de eerste... Ja, je hoort ze al. Ik ben hier op het moment... We hebben de eerste meeting. En nou lijkt het nog een beetje leeg. Maar zal ik eens een keer omdraaien? Ja! Hebben we er zin in, jongens? Ja! Hebben we het gezellig? Ja! Want Bart staat met haar. Je ziet al vrij weinig nu. Ik ga niet filmen, dat blijkt alweer. Maar dat gaat alweer goed. Wij gaan even gewoon gezellig lopen doen. We gaan discussiepuntjes houden. Oh, oké. Ja, dat wordt lachen. Jennifer is de beste karakter. Klaar. Discussie. Hé, zoals je hoort. Het is dus kei gezellig. Komt hartstikke goed hier. Wij hebben wel lol. Ja. Dag Robin. Ik ben eigenlijk wel hard. Hallo. Hi. Wij lopen park. Ja, die dan toch tot drinkt. Nee, dat is maar een beetje. Nou, die van recht voor je, denk je daarvan? Is dat een goed idee? Ja. Ik zit er net te zien. Het eerste gaat ergens op een bord raken. Ik heb een krant. Jongens, blijf niet meer uit welke. Dat was misprit. Ik mikte net boven het bord. Daar kan die ook. Volgende, jongens. Kom maar. Ik schiet altijd omhoog. Wat doe ik? Nee. Ik heb veel gewoon niet meer gedaan. Ja, dat is het. Echt in de weg. Ik kon niet. De volgende. Laatste kans. Kijk. Dat is beter. Laat het wel gaan. Ik ben bijna niet. Bijna. Boog stil te houden terwijl je lost. Alleen je vingers bewegen. Want je raakt de beweging hier. Maar dan gaat het laatst uit de pijl nog een afwijking mee. Dat is dus ook wat ik had. Nou, bij jou was het minder, maar ik zat er wel te letten. Maar... Ja. Woe! Goed zo. Nou, mocht men het ooit willen weten hoe het voelt als je een pace. Oh ja, ik hield hem echt zonder armbescherming tegen je arm krijgt. Nou, dat doet pijn. Nou, dat pijn valt eigenlijk wel mee. Een paar jaar geleden had ik echt zo'n enorme blauwe, geel-groene plek. Ja, ik wou zeggen, dit wordt waarschijnlijk een beetje een blauwe plek. Het valt echt nog wel mee, maar... echt hier. Je voelt het. Dat is één ding wat zeker is. Maar, Robin. En ik heb hem goed zo gehouden. We hebben een kraaltje verdiend. We gaan hem gewoon... Wacht even. We hebben een kraaltje verdiend. En we hebben een kraaltje verdiend bij boogschieten. We hebben een heel mooi groen kraaltje verdiend bij boogschieten. Laten we doorlopen. We gaan doorlopen. We gaan nieuwe dingen zoeken en nieuw kraaltje zoeken. Ja. Oh, kijk naar onze sexy. Oh my god, ik zie me nou voor het eerst voor mezelf. Ik kan me er even in. Ik moet er gewoon de hele dag zo mee in mijn mond lopen. Je ziet het zelf toch niet? Nee. Hè? Je ziet het zelf toch niet? Nee, dat is waar. Champion. Maar het is heel luid nu. Wij zitten nu midden in heel leuk. Het is heel leuk dat ook. Dat zijn niet zo heel luid. Dat ook. Dat bepaalt dat je heel blijft is. Ja, dat blijkt wel weer. Nee, wij zitten midden in de show. Wij zitten midden in de arena voor de aanvang van de show. Ik ben wel benieuwd. Ja! We hebben het script uiteraard al te lezen. Ja, wij hebben als fanclub de privilege gehad om het script van tevoren te lezen. Zodat wij ook weten hoe goed het is en of wij ons
onze verbeterpunten kon aangeven. Nou, die hadden we niet. Dus dat boek hadden we niet gelezen. Dat, dus dat was al een goed teken, maar... Rosalie had ze ook niet. En dat is toch echt wel de kritische van ons vier. Hij begint. Welkom bij de voorstelling Broederband, de spookgezichten. Woe! Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Wij wel, de rest niet. Dat is niet helemaal. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Het is koning! Het valt! Ik geloof dat ik land zie. Dat is een wolk. Nee, die fout heb ik al eerder gemaakt. Dit is veel groter dan de grootste wolk die ik ooit heb gezien. Volgens mij heb je gelijk. Dat blijkt op land. Het is land! Dat kan niet anders! We hebben het gehaald! Wat het dan ook mag zijn. Mannen, wakker worden! Wakker worden! Oh, Thor! Hij is hier! De beer, hij is hier! En de baard van Loki, dat is een groot beest! Thor niet tegen de grondballing, dat kan niet. Hij was al weer verslaafd door de weer. Dat weet ik vrij nadat hij al het andere had. Ja, ik wou zeggen, ja. Soms zou je ook spelen. En dan het. Ja, en ooit het een boog, schijnbaar. Dit kan zo niet doorgaan. We moeten die beer zien te stoppen. Honestly, ik vind het heel erg leuk. Oh, maar de haren van oorlog. Daar heb je hem weer. Hoe? De haren van oorlog. Nee, maar hoe het daarna kwam, dat kwam niet zo leuk. Het is wel jammer dat die rookje zo cru is. Dat was een makkie. Ik ben Tecumseh en ik ben je bediende. Ik ben Stig. Welkom Stig. Toen we jullie voor het eerst zagen, dachten we dat jullie spookgezichten waren. Gelukkig is dat niet zo. Wat zijn spookgezichten? Dat is een stam die ten noorden van ons woont. Ze zijn woeste krijgers. Iedereen die niet bij hun stam hoort, maakt ze af. Ja, joh. Eén keer in de zoveel jaar maken ze een grote plundertocht langs de dorpen in de buurt. Ze stelen onze spullen en vermoorden onze krijgers. Waarom eten ze spookgezichten? Ze schminken hun gezicht terwijl het lijkt op een doodshoofd. Een wit gezicht en alleen rondom de ogen zwart. Maar genoeg over de vijandige spookgezichten. Ze zijn ons al lang vergeten. We hebben ze al 8 jaar niet gezien. Laten we dus in vriendschap eten. Oh, spookgezichten! Oh. Vaak met de reiger naderen de eerste krijgers de nederzetting in het bos. Volk van Morganset, geef jullie over. Dit is jullie laatste kans. Hij is niet zijn eerste kans gegeven. Anders vermoorden we jullie allemaal. Dan zal je ons nog echt moeten verslaan. Spookgezichten, aanvallen, nu! Dood aan de Morganset en die bleekneus. Jammer dit. Goed gedaan, mannen. Maar, waar is Stig? Ja.
ook van jou, Tecumseh. Ze heeft hulp nodig! Ik hoor dat al verzachtig. Ik ook niet. De komst! Yeah. En dan gaat het weer naar huis. Oh wacht, ik spoil het. Wow. In de riemen! Ik kan dan in je boot zitten. Ja, op zich. We brengen je naar huis, Stig. Na maanden vaart de bemanning van de Reiger weer uit op volle zee. Op naar het volgende avontuur. Dat voorbij de horizon ligt. Papapam! Hey! Ja, we worden even afgeleid tot touwtrekken. Eerlijke mening, was het leuk? Ja. Jawel hè? Ik vond hem echt goed gelukt. Ja, dat is echt wel leuk. En natuurlijk, de... niet alles is kan. Is heel veel realistisch. Maar nee, je, moet je mist details, maar je mist details. Het is theater. Ze kunnen niet alles doen. Dus van wat het is, vind ik het uitstekend gedaan, hoor. Ja, moet ik zeggen. Zeker waar. Ik wil ook zo. Ik wil kralen. Kralen. Woe! We gaan touw trekken, denk ik. Ja. Tegen elkaar. Ja, leuk toch? Jij mag kiezen. Oh mijn god, Arbei. Dankjewel. No offense, maar ik pak de grootste. Kijk. Kijk wat we hebben. We hebben een tasje gekregen. Yes! Ik ben er zo blij mee. Ik weet niet wat ik ermee moet, maar ik ben er zo blij mee. En touwtjes. Want die touwtjes, die zijn er natuurlijk voor. Maak je er wel een knoop in, lief schat? Zijn die makkelijker? Nee. Oké. Die touwtjes zijn er om al die kraaltjes er doorheen te rijgen. Als ze er doorheen komen. Ja. Als ze er doorheen komen. En daarmee kunnen wij onze ketting of wat ze even... Hé, portemonnee. Ja. Wat ze even maken. En onze hele verzameling compleet maken. Oeh. We hebben er al vier. Ja. We hebben er één gejat, twee verdiend en twee van onze eigen kraam meegenomen. Details. Eentje komt van onze eigen kraam af, die komt van de fanclub af. En eentje was van het doolhof, maar hadden we niet zoveel zin in. En de pot stond buiten, dus wij denken, ja, weet je, neem hem gewoon mee. Precies. Ga niet moeilijk lopen doen. Deze iedereen, by the way. Het is niet onze schuld. Dat is waar. We namen het verkeerde voorbeeld. Dus ja, wij gaan verder sparen. Oeh, hij is mooi geworden. Ja. Wij gaan verder sparen tot wij de 13 kralen hebben gehad. Komt het toch? Oh shit, dat shirt is hem. Doe nou niet. Kijk dit. Kijk mijn rug. Heel. Ja, maar als het zonder UV wordt, is het gewoon wit. Oh, zo. Je weet hoe het werkt, hè? Je moet de touw vasthouden en degene die als laatste of als eerste het paaltje zo heeft, wit. Gewoon eraan trekken en het buiten. Ja, ze zitten los. De bedoeling is dat je er niet jezelf op spiest. Dat zou ik gaan. 1, 2, 3, go. Ja. Trekken, kom op. Ja, ze gaat voor de wind. Ze gaat voor de wind. Maar ze heeft het niet aan. Nee, jij niet los. Dus je hebt niet gewonnen. Nee, zo raakt het niet. En de touw vasthouden en het ding omhoog. Oh, ze heb ik gewonnen. Overnieuw, je moet even overnieuw. Waar ga ik het aan? Ja, ik moet je toch niet dicht. 3, 2, 1, gaan! Oh jee, ze gaat wat eruit. Slepen! Oh nee, toch niet! Papa! Oh shit! Ja, omhoog! Aan de kant omhoog! Oh, doe die paar die handen! Oh, jammer! Het is wel grappig. Ja, toch? Wat een record was dit, dat ene ding dat we ze record mogen kunnen worden. Dan gaan wij ze verbeteren. 9 seconden moet wel lukken. Hi, wij vervangen Brit met de vlog en ik ben heel klein. Doei, doei. Wij gaan nu vloggen voor Brit.
want Britt staat lekker bij de kraan. Dus Rosa rent heel veel van me uit. En wij hebben gefixt dat we met onze hotties werken. Nou, die acteurs die zijn serieus gewoon lekker. Dus wij gaan fixen dat wij ermee op de foto mogen. Eigenlijk is het al gefixt. We moeten alleen zorgen dat we er zijn voor de dus foto. Dus we gaan nu de kant op. Ook om met Aimee en Lieke nog op de foto met hun. Want ze zijn gewoon... Maar echt. Dan gaan we er omheen. Komt goed. Maar nu zijn we daar onderweg. Kijk en dan gaan we straks wel filmen. Zit zo. En daar hebben we Brit. Dat ding is nog steeds aan het uitzoomen. Jullie hebben prullen, wat? Daar. Nee. Wow. En Brit doet echt goed de best. En Lieke nog meer. Sowieso. Ik ben zo beeld. Ja, Lieke zorgt ervoor dat de leden komen van de... Ja. Wij moeten nog zingen voor de camera. Ja, we moeten nog zingen. Dat gaan we zo doen. Hallo allemaal. Wat fijn dat je uit je voeten zet, je handen in je zij. Wij zijn de V-club. En wie ben jij? Ja, ik heb het gekeken. Ja, ook. Een van die drie moeders die... En dikke, nu niet meer zwaaien. Die dikke zeg maar... Niet meer zwaaien. Wat zei ik nou? Niet meer zwaaien. Ja, maar ik vind dit oranje. En oranje betekent dat je nog heel snel door moet gaan. Ja, dat vind ik nou eigenlijk ook. Gewoon net even een beetje gas geven. Oh, superleuk. Jullie voor de prijs uitreiken. Prijs uitreiken is aan de andere kant. Allereerst, vergeet niet om onze laatste boekleggers te kopen nu het nog kan. We hebben nu nog boekleggers niet gemaakt. 1 euro per stuk. Zoals jullie weten hadden wij een hele mooie grote pot vol met veren. Er zaten er precies 75 in. Wat betekent dat er dus 25 pijlen waren. En er was 1 iemand met dat antwoord. En dat was Marijn Baars. Is die hier ook aanwezig vandaag? Nu. Heel, heel disappointing dit. Marijn, iemand! Laatste 3 pijlen! Dus wie het niet gewonnen heeft, wie dus allemaal niet Marijn Baars heeft, kan nog een pijl kopen. Weer snel. We willen wel iedereen bedanken voor jullie steun voor de fanclub. Bedankt voor alle nieuwe leden, de mensen die boekenleggers hebben gekocht. Dat jullie mee hebben gedaan. De hele dag spenderen aan e-mails beantwoorden. Morgen krijgt iedereen die lid is geworden een bevestigingsmail. Neem nog een visitekaartje mee voor onze social media, voor onze website. Neem nog een boekenlegger mee. Mag altijd. Ja, wel kopen. Boekenlegger, steun de fanclub voor alvast volgend jaar en andere meetups. En we willen jullie gewoon echt ontzettend bedanken. Willen jullie iets van de fanclub? Willen jullie iets delen? Stuur ons vooral een berichtje. En dan komt het helemaal in orde. Dus hartstikke bedankt allemaal. Applausje voor jullie. Laatste 3 pijlen. Hoi! De grijze jagerdag is bijna afgelopen. Oh. Heel sad. Hi Brit! Gaat goed. Ja, ik ben echt pro-vlogger. Ja. Hey. Ik word dood. Dus ja, het is bijna afgelopen. En dat is echt heel jammer. En iedereen is al weg. En dit is de enige mensen die er nog zijn. Ik ben nog Noortje en nog Isis. Ik heb mijn handschoenen nog! En... Ze mag ze komen op! Maura! Hey. En... Fleur en andere mensen allemaal. Hey. En Eke. En ja. Wit van Groen heb je nog. Mooi verhaal. Hey. Doei. Ik ga ze stelen. Wij hebben een geslaagde dag gehad, als ik het zo mag zeggen. Ja. Een hectische dag, omdat het zo druk is geweest. Dat wij volgens mij niet eens verwacht hadden. Echt, het was constant druk vanaf het begin af aan. Het was tot het einde. Het was fantastisch, daar niet van. Het was de beste dag ooit. Ik was er zo blij mee. Dit is mijn 60 reisjagerdag en dit is echt... By far the best one. Omdat er gewoon fanclubs zijn. Dat maakt het wel leuker. Kijk, ik heb genoten. Ik ook. Jij hebt genoten. Rosalie en Noortje hebben genoten. Daar ga ik wel echt wel van uit. Als ik de reacties heb gelezen. De fans ook al de reactie gehad dat ze het echt fantastisch hebben gevonden. Dus nou, doel bereikt. Daar precies, doen we het voor. Daar doen we het voor. Ik heb inmiddels, zoals je ziet, al omgekleed. Ik heb een tas gepakt. Ik sta bij Robin. Dus ik ben op weg weer terug naar huis. Ik heb genoten, maar ik ben doodmoe. Dus ik ben ook wel blij dat ik thuis ben. Ik ben blij dat ik niet nog verder hoef te reizen. Ik ben echt een reischick hier. Ja, je had ook vanochtend je spullen mee kunnen nemen en op het station kunnen doen. Was ook sweet. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten. En dan moet ik eigenlijk nog maar één ding zeggen. Ik hoop dat jullie een duimpje omhoog doen. Leuke reactie erachter laten, is ook altijd wel grappig. Goed idee. En dan zeg ik tot de volgende keer.